NVHP-parlementariër Mahinder Yoggi belooft een kritische houding naar de mogelijke nieuwe regering onder leiding van Chandrika Prasad Santokhi. De parlementariër, die met voorkeurstemmen is gekozen in Saramaka, zegt dat hij veel strijd in eigen partij heeft moeten leveren om wederom in het parlement te komen. Yoggi, die bekend staat om zijn kritische houding in de oppositie, zegt dat hij ook in de coalitie kritisch zal blijven. Yoggi gaat nooit weg, Yoggi blijft in de partij. Ik heb ook gezegd op een vraag van een journalist, nu is Yoggi vermoedelijk geen oppositie, maar coalitie. Wat zal de houding zijn? Yoggi zal kritisch zijn. Yoggi zal erg kritisch zijn naar welke minister, als het moet naar de VP of naar de president. Yoggi zal kritisch zijn. We hebben samen beloofd aan dit volk dat wij het land gaan besturen en beter gaan besturen. En dan moeten we inhoud geven eraan. We hebben in het verleden gezien dat vaker de coalitie altijd een verlengstuk is van de regering. Hoe zal u kritisch zijn? Als er iets verkeerd gaat, gaat u het echt ook kenbaar maken? Yoggi gaat het zeggen. Yoggi gaat het zeggen van voorzitter of president. Ik vind dat dit zo is en zo is en zo is. En kunt u mij tekst en uitleg geven? Die man, kijkt u. Wanneer wij vandaag, ik heb gezegd in het parlement. Dat is mijn theorie. Te vergaande politieke loyaliteit leidt tot politieke blindheid. Dat heb ik ontwikkeld. Omdat ik geobserveerd heb. Wanneer wij vandaag diep in de put zitten. Dan is in mijn conceptie die te vergaande politieke loyaliteit van de coalitie wat ertoe heeft geleid dat men niet op het juiste moment op de noodrem heeft getrapt. De parlementariër die vaker is beschuldigd van het toe-eigenen van grote lappen grond zegt dat deze beschuldigingen geen effect hebben gehad op zijn achterban. We hebben hard gewerkt, inderdaad. En ik ben blij en ik bedank zeker de mensen van Saramaka. Dit vertrouwen in me hebben gesteld wederom en met meer stemmen dan de vorige keer om Yoggi te zetten in het parlement om het werk te doen. En we gaan het werk doen, we gaan de mensen het vertrouwen niet beschamen. Nogmaals, ik ben ze dankbaar. Ondanks alle aantijgingen aan uw adres en beschuldigingen, als zo u uw percelen hebben ingepikt, toch hebben de mensen van Saramaka daar geen geloof aan gehecht. Laat mij u zeggen, de mensen van Saramaka die kennen Yoggi. En die weten wie Yoggi is en wat Yoggi is en wat Yoggi doet en wat Yoggi niet doet. VHP-parlementariër Mahinder Yoggi tegenover onze nieuwsdienst. Hij is met voorkeurstemmen gekozen in Saramaka. We spraken hem zaterdag na de proclamatie van de samenwerking tussen de oppositionele partijen die nu een regering gaan vormen.